In 5 stappen naar energielabel C of beter. Want energielabel verlagen is geld besparen. Vanaf 1 januari 2023 is het voor veel kantoorpanden verplicht om minimaal aan energielabel C te voldoen. Anders mag het gebouw niet langer als kantoor gebruikt worden. Investeren in duurzaamheid doet u voor het klimaat en ook voor uw eigen portemonnee. Stap 1. Check uw energielabel op ep-online.nl. Heeft u kantoorlabel A, B of C, dan hoeft u niets te doen. Stap 2. Vraag maatwerkadvies aan. Een energieadviseur signaleert noodzakelijke energiebesparende maatregelen en maakt een kostenberekening. Stap 3. Verken financiële regelingen. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met subsidies en stelt een subsidiewijzer beschikbaar. Stap 4. Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit om in elk geval op energielabel C uit te komen. Stap 5. Laat een nieuw energielabel opstellen. Schakel een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te registreren. Energielabel C of beter vanaf 1 januari 2023. Benieuwd of uw kantoorpand aan energielabel C moet voldoen? Check voor meer informatie ondernemen010.nl/energielabel C.